Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zondag 23 december. Het is bewolkt in Nederland en als u er nog op uitgaat vanmiddag, neem dan zeker de paraplu mee, want de bewolking en de regen die blijft overheersen. Vanochtend zagen we die neerslag vanuit het westen opkomen zetten. De regen die blijft vanmiddag aanwezig. En ook vanavond is het nog erg nat. Pas in de loop van de nacht wordt het geleidelijk aan droog. En dan ziet het eruit dat we een aantal droge dagen gaan krijgen. Hier op het radenbeeld lijkt het erop dat het al in Groot-Brittannië weer droog aan het worden is, maar dat is niet het geval. De rader kan niet zo ver door de neerslag kijken. Flink wat regen dus vanmiddag en vanavond in vrijwel heel het land. De lucht die is wel vrij zacht en dat betekent dat de temperaturen vrij hoog oplopen. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden, dat is echt te zacht voor deze tijd van het jaar. De wind die waait uit het zuidwesten over het algemeen en is matig. Nou, zoals gezegd, vanavond ook nog wel wat regen op de meeste plaatsen. De temperatuur blijft nog vrij hoog en de wind, die zwakt verder af. En vannacht, ja, dan gaat het vanuit het noorden opklaren en wordt het ook droog. De minimumtemperatuur, die kan dan in het noorden zo rond de 3 graden gaan uitkomen. In het zuiden blijft het iets zachter. En morgen een heel ander weerbeeld. En dat komt dus omdat een hoger drukgebied gaat opbouwen. Als we nog eventjes terug gaan kijken naar de weerkaart... zien we hier dat neerslaggebied overtrekken waar we vandaag mee te maken hebben. Maar vanaf morgen een hoger drukgebied. En dat gaat ervoor zorgen dat ook tijdens de kerstdagen kalm weer is. Zonnig, dat zal het niet worden. Er is over het algemeen veel bewolking. Misschien dat op eerste kerstdag af en toe eventjes de zon doorbreekt. En wat ook duidelijk te zien is dat het in het zuiden vrij koud wordt. Hier zien we zelfs temperaturen rond het vriespunt... in. De de nacht van dinsdag op woensdag. Overigens, kerstavond kan het ook al vrij koud worden in het binnenland. Goed, dan gaan we terug naar de weerkaart van morgen en dan zien we dus wolkenvelden en af en toe wat zon. Dat spatje regen in het zuiden dat zou misschien nog kunnen in de vroege ochtend. Waarschijnlijk blijft het ook daar al droog. De wind die is zwak tot matig, heeft een voorkeur voor noordelijke richtingen, maar valt ook af en toe weg en wordt dan veranderlijk. En kerstavond zoals gezegd ook dan wolkenvelden en wat opklaringen en dan kan het in de loop van de avond zo rond middernacht in het zuidoosten toch wel tot rond het vriespunt afkoelen. Dan nog even de dagen erna. Dinsdag en woensdag. Dat zijn dus eerste en tweede kerstdag. Nou, op dinsdag wat vaker nog de zon. Woensdag dan is het bewolkt en blijft het vrij grijs. Ik denk wel dat het op de meeste plaatsen gewoon droog blijft. Op beide dagen is het een graad of zes. En ook donderdag blijft het overwegend bewolkt weer. Met uh, ja, droge condities, heel misschien dat er een spatje motregen hier en daar valt. Dat hoge drukgebied, dat blijft gewoon het weer bepalen. Ook tijdens de jaarwisseling is dat het geval. Dus ook dan verwachten wij rustig weer. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne zondag.